Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sanidump, Salet Uitvaartverzorging, Boels en Van Oort. Het EK draait door en door. Welkom op dag 4 van EKTV vanaf de boulevard aan de rand van het Kralingse Bos. Ook de komende 4 jaar vinden hier in Rotterdam de officiële internationale landenwedstrijden springen en dressuur plaats. Mooi nieuws voor de toekomst van het CAO, al staat deze week volledig in het teken van de Europese kampioenschappen. Veel jonge ruiters dromen ervan om ooit ook in de Rotterdam Arena te rijden. Onder aanmoediging van Barbara Koot kijkt een aantal ruiters van het Zuid-Hollands talententeam hoe het later moet. We hadden vandaag dan dat we hier mochten kijken bij de Grand Prix met commentaar van Barbara Koot. En dat vond ik echt heel leuk, want je kan ook zien van nou, hoe werkt het. Observeren en leren van de beste, om te kijken hoe wij het later ook gaan doen. Ja. Hopelijk, of ben je ervan overtuigd dat jij hier ooit ook staat? Nou, ik hoop dat ik hier ook ga staan, ja. Jullie zitten bij het Zuid-Holland talententeam. Hoe zijn jullie daarbij gekomen? We werden geselecteerd. En wij hebben hier in Rotterdam een selectiedag gehouden in mei. Eerst moesten we een proefje rijden, een soort van les krijgen. En hoe jij zeg maar rijdt en hoe je luistert naar de instructeur. Ja, kijk eens hoe train jij bent. En ze hebben me heel erg geholpen, bijvoorbeeld bij de nachtgevelijkheid en de achterwaarts en de tempi en de souplesse. En daardoor gaat het nu veel beter met mijn pony en mij. En toen gingen ze kijken of je erbij kon, zeg maar. En dan aan het einde van de dag word je gebeld of je in het team zit of niet. En dat is echt heel erg spannend. Ik was sowieso goed in de dressuur, vonden zij. Dus toen hebben ze mij uitgekozen, net zoals mijn medeteamleden. Dus maar wij hier hebben echt allemaal geluk gehad dat we uitgenodigd zijn en dat we in het team zitten. Worden jullie kampioenen? Nou, dat hopen we wel. Maar we weten natuurlijk nog niet of dat gaat gebeuren. Maar we gaan hard voor werken. Ik zeg niet dat ik goed kan paardrijden. Ik zeg ik doe het met plezier en ik wil succesvol zijn. En ik hoop hier ooit een keer te kunnen rijden. Maar daar moet ik gewoon heel hard voor trainen. En ja, daar ga ik mijn best voor doen. Ik ga volgende week naar de Nederlandse kampioenschappen. Dus laten we eerst maar kijken hoe het daarmee gaat. We hebben al verschillende termen besproken en we gaan nu weer verder met het hippische ABC. De L is van buiging en dit is een zij... Oh ja, de L is van lengtebuiging. Moet ik mijn arm zo doen? En dit is een zijdelingse buiging waarbij het paard buigt om de binnenbeen van de ruiter. En eigenlijk als een soort banaantje van de oren tot de staart is het paard in één lijn gebogen. En bij elk paard is het anders, dat is het moeilijke. De M is van manen en deze worden altijd ingevlochten op wedstrijden zoals het EK in Rotterdam. Je ziet wel heel veel verschil tussen de springvlechten en de dressuurvlechten. De dressuurvlechten staan ietsjes meer boven op de hals. En de springknotjes die worden gemaakt, die zijn ja, een stuk kleiner en daar hebben ze er veel meer van. We zijn nu bij de N en dat is NOP. En dat is een achtervoegsel wat Nederlandse toppaarden achter de naam hebben staan. Het betekent Nederlands Olympiadepaard. En het is een initiatief dat zorgt dat Nederlandse toppaarden voor de Olympische Spelen niet worden verkocht. Volgens mij klopt die, of niet? Nee, wat is het nou? De O staat voor oksen en is een type hindernis die vooral door de breedte een uitdaging is. Hé, niet doen! Want hoe smaller de hindernis is, hoe makkelijker je een paard op kan sluiten wanneer je er naartoe rijdt. Hoe breder de hindernis, hoe kundiger de ruiter er naartoe moet rijden om zich goed voor te bereiden op de sprong die daarna komt. Ja? Ja. De P is van paradressuur en dat is dressuur voor ruiters en amazonen met een beperking. En de Nederlandse pararuiters doen het onwijs goed. En je zal zien dat afhankelijk van de beperking van de ruiters ze in verschillende grades zullen presteren op het EK.
Danielle zei het al, bij de EK paardendressuur zijn er allerlei categorieën, afhankelijk van de handicap. En de meest succesvolle ruiter komt uit Nederland. Het is wel een heel bijzonder sfeertje hier zo, te midden van het bos en met al die mooie paadjes met allemaal kleine lampjes die je moet volgen als je vanuit de stallen naar het losrijden gaat. Dat geeft al een heel bijzonder sfeertje en dat geeft ook al aan dat, dat je op een bijzonder evenement bent. En dat maakt al meteen een beetje de kriebels los. Dat je op een grote wedstrijd bent waar het echt ergens om draait. En dat motiveert alleen nog maar meer om echt je best te doen om goed te presteren. Ik ben Sanne Voets, ik ben 32 jaar, kom uit Bergen bij Os. En ik ben hier als deelnemer in Rotterdam aan de paradressuur, aan het Europees kampioenschap. Superleuk, want we hebben al een titel te verdedigen. We zijn op dit moment regerend Europees kampioen. En daarnaast ook Nederlands kampioen, wereldkampioen en Paralympisch kampioen. Ik heb een deels aangeboren handicap. Dat heeft te maken met de functie van de gewrichten in mijn benen. Die hebben niet de uitslag die ze zouden moeten kunnen maken. En ik ben later een keer gevallen met paardrijden. Met paard en al onderuit gegaan, met mijn linkerbeen onder het paard terechtgekomen. En daar is de nodige extra schade bij ontstaan. Ook een aantal keer geopereerd daarna. Is ook niet allemaal goed gegaan. Maar op dit moment is het stabiel. En te paard heb ik 4 gezonde benen, zeg ik altijd. Vandaag mochten we dus voor het eerst in de ring trainen. Dat betekent eigenlijk ook dat de paarden even mogen wennen aan de baan waar ze straks een proefje moeten lopen. Dus dat als er spannende dingen zijn, dat ze die alvast een keer gezien hebben. Ook mentaal voor de ruiters is dat even fijn om even te weten hoe dat de baan ligt. Waar dat eventueel extra geluid vandaan kan komen. Waar misschien de spannende hoekjes zijn. En vaak is die de eerste dag een beetje druk van alle indrukken die hij dan opdoet. Maar nee, vandaag voelde die eigenlijk al heel, heel prima aan en dat geeft wel vertrouwen. Uiteindelijk de beste worden, dat is één, maar het ultieme is volgens mij, het allerhoogst haalbare is toch wel om de beste te blijven. En dat betekent dat de lat heel hoog is gelegd en dat ik me nu mijn zinnen heb gezet op het prolongeren van Olympisch goud straks in Tokio. En dat is... dat geeft nog steeds een beetje kippenvel als ik het hardop zeg hoor, maar die ambitie is groter dan ooit. Maar ik weet ook dat ik een fantastisch team achter me heb staan en een fantastisch paard heb waar ik op mag rijden. En ik denk dat het kan, ik weet dat het kan. Tot zover EKTV van vandaag. Vrijdag zijn we er weer, onder andere met de Grand Prix Special, dressuur. Bedankt voor het kijken, tot dan. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Sanidump, Salet Uitvaartverzorging, Boels en Van Oort.